De enige en ook de oudste schouwburg van Suriname, Theater Thalia, is weer operationeel. De schouwburg is officieel op 1 juni opengesteld met een show van Brian Munslag getiteld History. Dit vertelt ons de interim-directeur Ivan Tayapin. Hij is ook de tweede commissaris in het bestuur die zich bezighoudt met artistieke activiteiten. Volgens Tayapin is de renovatie nog niet afgerond, omdat het bestuur momenteel bezig is met de revisie van de Elektra. Natuurlijk zijn er ook kleine dingen zoals sloten plaatsen voor de deuren. Als er airconditioning systemen worden aangepakt, moet er weer iets worden geboord. Dus we zijn nog bezig. De revisie van de Elektra is nog bezig. En ik denk dat we binnen 2 maanden zover zijn. Afgelopen 2 weken hebben we verschillende shows hier gehad. Van Mara Moroy, Malenes Balletschool, Sambal Trassi afgelopen week. En er zijn nog wat kinderziektes, maar we lossen die allemaal op. Ten aanzien van de huurprijzen zegt Tayapin dat die nog hetzelfde zijn als voorheen. Hij legt uit dat de directie grote investeringen heeft gepleegd. Hierdoor is het dak gerenoveerd, het plafond staat niet meer op instorten en de Elektra wordt gereviseerd. Deze zaken hebben bijkans 700.000 SRD gekost, verduidelijkt Tayapin. We kunnen dus niet omlaag met de verhuurprijs, zegt hij. We hebben 700.000 totaal binnengehaald. Dus we lopen sowieso nog een 100.000 mis. En vandaar dat we dus niet de prijzen kunnen dalen. Want Thalia moet juist een kas vullen, zodat we allerlei problemen kunnen oplossen. Bijvoorbeeld de doeken die je hier ziet zijn bijna 15 jaar oud. Die moeten vervangen worden. We hebben ondersteuning van mensen uit het buitenland die ons willen ondersteunen. De stoelen bijvoorbeeld moeten ook vervangen worden. Het terras moet worden aangepakt. Dus we kunnen niet omlaag gaan verlopen met de prijzen. We gaan de komende jaren dat niet kunnen doen. Wat we wel soms doen is mogelijkheden creëren waarbij we co-producties eventueel kunnen doen met mensen. Dus Thalia als producent en ook mensen en ook buitenstanders als producent. En natuurlijk sociaal-maatschappelijke projecten, die staan voor ons voor. Dus dat wil zeggen dat we ook kijken naar de prijs als het gaat om een sociaal-maatschappelijk project. We worden niet gesubsidieerd door de overheid. Dat zou eigenlijk wel moeten. Thalia zou eigenlijk een subsidie moeten krijgen van de overheid. In het verleden zijn er wel allemaal dingen geweest met de overheid. Maar een structurele subsidie is er volgens mij, zover ik me kan herinneren, niet geweest. Ik heb wel nauw contact met de DC. Dus als het gaat om vergunningen of zo, kan ik altijd een belletje doen. En dan kunnen we altijd overleggen. Dus ik ben die steun, ik ben de overheid die steun wel dankbaar. Ik ben wel blij dat dat gebeurt. Maar ik denk toch dat er op lang termijn een samenwerking zou moeten zijn tussen de overheid en Thalia. Maar niet alleen de overheid hoor, ook de samenleving, het bedrijfsleven. Structurele samenwerking waardoor Thalia echt gewoon kan bloeien als internationale schouwburg. Ivan Tayapin, interim directeur van Theater Thalia. Hij geeft aan dat zaken die eerder te wensen overlieten zijn aangepakt, zoals frontlichten en aangepaste aircondition, waardoor Thalia vanaf gisteren officieel koel is. Hij rekent op het geduld en begrip van de samenleving in zaken de renovatiewerkzaamheden die binnen 3 jaar afgerond moeten zijn. De interim directeur geeft ook mee momenteel bezig te zijn met het beleidsplan 2020-2023. Volgens hem komen er mooie dingen voor Suriname. Worden er mooie dingen voor Suriname gedaan door Thalia.